Dinsdag 12 oktober opende wethouder Anne Brommersma een recyclingpunt voor bouwmaterialen bij de Hubo in Bilthoven. Nou, en we weten dat bouwmaterialen, dat daar heel veel verloren gaat van de producten. Nou, een mooi voorbeeld vind ik zelf altijd van een aannemer die moet bijvoorbeeld een badkamer en die bestelt wat extra vierkante meters tegels voor als er iets verdwijnt. Wat er dan overblijft, dat verdwijnt in zo'n container, terwijl dat hartstikke mooi nieuw zelfs bouwmateriaal is. Nou, laat staan tweedehands materialen. En wij als gemeente wilden wij heel graag naar aanleiding van een voorbeeld uit Amersfoort kijken of we hier een bouwkringloop zouden kunnen realiseren. Dat bleek niet haalbaar en toen is er verder gekeken van of we het dan op een kleinere schaal konden doen. En ja, wat ik echt heel mooi vind is dat wij een ondernemer hebben die heeft gezegd, nou, ik zie daar kansen voor, daar wil ik me echt voor inzetten. En ik ben er heel trots op dat wij dit unieke project hier in onze gemeente mogen openen. En alle eer voor jou vooral. Dus volgens mij gaan jullie er nu iets meer over vertellen van wat het precies is. Bouwmaterialen als kringloop is natuurlijk een prachtig idee. Het probleem is alleen dat bouwmaterialen nog wel een specifieke kennis behoeven. En op het moment dat je dat via een standaard kringloop gaat proberen, loop je in het risico dat die mensen zeggen, ja sorry, ik weet niet wat u ermee moet doen of ik weet niet waar het product voor bestemd is. Dus zijn de verkoopmogelijkheden ervan veel minder. Wij kunnen ook op het moment dat wij de vraag krijgen in de winkel naar een bepaald artikel, wetende wat hier staat, klanten doorsluizen naar dit verhaal. Waardoor ze dus iets meenemen wat al geproduceerd is in plaats van dat er opnieuw iets geproduceerd moet worden. Voor elk kleine beetje wat je doet, voorkom je gewoon dat er energie verspild wordt met het vernietigen van het ene product en het maken van het andere product. Het artikel bestaat al, het is in goede staat en wij hebben de expertise om te vertellen wat je ermee moet doen. En zo gaan we dat in de markt zetten, hopen we. Maar hij is in goed gezelschap nu. Je ziet in andere takken van de economie dit ook nu gebeuren. Zelfs Coolblue, die verkoopt inmiddels tweedehands wasmachines vanuit de kringloop. Ja, dus die probeert er ook een second life lijn zeg maar, ernaast te verkopen. Zeeman doet het met textiel inmiddels, is er experimenteren met kringloop. Er is een speciale app in het leven geroepen, die heet de Teun app. Dat is gemaakt naar Teun, degene die eigenlijk het idee bedacht heeft. En het is een app en daarmee kun je een foto maken van je gebruikte bouwmaterialen. Die stuur je naar een willekeurig centrum dat zich erbij aansluit. In dit geval, voor deze omstreken ben ik dat. En dan krijg ik een fotootje direct te zien van het materiaal met van joh, kan ik dat gebruiken, kan ik dat neerzetten? Ik klik op ja, kan diegene het bij me inleveren? En in plaats van dat hij dus het bij de stort weggooit, zet hij het bij mij neer. En zorgt hij ervoor dat er een product komt te staan wat niet opnieuw geproduceerd hoeft te worden. Ja, wat ik zeg, ik ben nu het druppeltje en ik hoop dat het een emmer wordt. Ja. Nou.